Magische architectuur is het bijna. Zo zweven boven de Atlantische Oceaan. 'S Avonds in het schip worden we nog veel meer magie beloofd door Guinelli en Julia. Het is raar, ja. Het is niet verstaanbaar. Ik ben er van ondersteboven en... Ja. Je moet iets doen dat onbegrijpelijk is, dat sowieso. Als ze van het eerste ogenblik zien hoe het werkt, niet goed bezig. Ze moeten verbaasd zijn. We hebben geen zesde zintuig, wij zijn niet in staat om mensen te laten zweven zonder een geheim daarachter of zo. Het is allemaal illusie, ook al ziet je niet hoe het gaat. Het is allemaal vooropgezet spel en boerenbedrog, maar dan op een elegante manier. Ik heb er niks van. Blijf er alsjeblieft. Dat ik het zelf niet weet. Dat kan je toch niet, dat voel je toch? Ja, je voelt iets, maar ik ken er geen verklaring voor. En eigenaardig. Wij zeggen altijd, de leukste plaats voor ons na een optreden is het toilet. Sluit je op. En de mensen die dan een plasje komen doen, je hoort die dan een theorie uiten. En er is soms om je kapot te lachen. Omdat wij voelen en horen hoe ver ze ernaast zitten en wat ze allemaal verzinnen van hoe het zou gegaan zijn. Ik denk met een soort hefsysteem, zoals een vorkheftruck, denk ik. Soms zeggen ze een theorie en dan denken we soms van, tja, ze zitten kort in de buurt. Of, zo zou het ook wel kunnen. Sommige dingen denken, ja, er zit dan een truc achter met die ring of zo. Maar ja, je moet het toch maar doen, hé. Als je zo uren oefent en als je dat voor de eerste keer aan iemand toont en je ziet dan de reactie, je krijgt er de waardering voor. Dat is moeilijk te omschrijven. Dat is een heel fijn gevoel, ja.